Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen. De kindervakantie week Rijsbergen, dat is een jaarlijk terugkerend fenomeen, hè? Zeker weten. Wat is dit jaar het thema? Zomercarnaval. Hoe? Zomercarnaval. Zomercarnaval. Ja. En noem eens wat onderdelen daarvan. Heel veel dansen. Heel veel leuke muziek. Hele gekke kleding. Mat sowieso. En hele rare hutjes. Ja. Ja. Er is ook een avond of een avondprogramma geweest, hè, van de week? Ja, die was gisteravond, een casinoavond. Ook een beetje het thema van zomercarnaval, allemaal nette kleding, leuke kleding. En met heel veel leuke fiches. Ze hebben heel veel geld verdiend. Hoeveel deelnemers zijn er? Voor klein dorp of groot dorp? Of algemeen? Ja. Algemeen zijn we volgens mij rond de 160. En klein dorp is tot nu toe 41. Wat is het thema, de verhaallijn dit jaar? Nou, het verhaallijn gaat over het zomercarnaval, over Bardo en Bardolina. Dat zijn twee hele fanatieke zomercarnavallers. En die wonen in een heel klein dorpje in Brazilië. En die zoeken een vogelpak, want ze doen jaarlijks altijd mee aan de grote zomercarnavaloptocht. Maar het pak is kapot, dus klein dorp moet zorgen voor een nieuw vogelpak. En die gaan we verzamelen door extra rio's te verzamelen. Speciale munten weer dit jaar? Ja, rio's. Hoe noemen ze die? Rio's. Ja, natuurlijk, de rio's, ja. Is het al een beetje inspelen op de Olympische Spelen volgend jaar en de wereldkampioenschappen voetbal of niet? Dat heeft er niks mee te maken. Niet echt, nee. Oké. Okay. Met hoeveel leiders zijn jullie deze dagen en met hoeveel begeleiders? Ik denk zo rond de 20. Ja. Denk ik. En vanaf, nu is het donderdag, hè? Vanmiddag wordt er al het een en ander afgebroken, denk ik. En morgen moet alles weer opgeruimd zijn. Vanmiddag hebben wij een thema, een talentenshow. KVW Kastellen, wat we iedere jaar doen. En vrijdag, zeg maar, als KVW is afgelopen om 4 uur, dan pas breken we alles af. Hebben jullie veel last gehad van de regen gisteren? Slecht weer, hè? Gisteren heel erg. We hebben gisteren de hele dag in de sporthal gezeten. Ja. Oké, okay, succes de laatste dagen, hè? Dank u wel. Bye.